De eerste zaterdag van 2021, ook voor meerdere korpsen uit de regio, de eerste melding van het nieuwe jaar. Naast mij staat de OVD van deze regio. U komt uit de omgeving van Zwolle, heb ik wel begrepen. Klopt. Ja. Vandaag staan we bij de Koningin Wilhelminalaan in Wezep, bij een schoorsteenbrand wat nu een beetje uitloopt naar een operatie schoorsteenbrand. Wat is er allemaal gebeurd? Eigenlijk iets meer dan een gemiddelde schoorsteenbrand. We zijn hem wel aangevlogen zoals we dat normaal doen. Dat betekent dat we het schoorsteenkanaal gaan vegen. Alleen dat heeft ertoe geleid dat de kettingen zelfs gesmolten zijn. Dat zegt ons wat over de intensiteit van de brand en de temperatuur. Want dan zit je al snel op zo'n temperatuur van? Ja, honderden graden, zo niet 1000 graden. Precies. Zeg maar. Hè? Ja. En dat zagen we ook terug in het schoorsteenkanaal, die is helemaal gebarsten. Daarom heeft mijn collega ook wat assistentie gevraagd om extra materiaal te plaatsen te krijgen. Dat heeft ertoe geleid dat we aanvullen met wat blussers, CO2-blussers, de temperatuur hebben wat geprobeerd naar beneden te krijgen. Ja, dat is uiteindelijk gelukt. Maar desalniettemin is er toch wat temperatuur overgeslagen om naar de materialen eromheen, in het dakbeschot en dergelijke. Ja, en dat zijn we nu vakkundig aan het weghalen om toch zeker te zijn dat de brand volledig uit is. Er is een stuk van het dak inderdaad ook helemaal weggehakt om inderdaad overal bij te kunnen. De hoogwerker van Zwolle staat hier te plaatsen, maar ook het korps van Heerde is bij opgeroepen. Waarom was dat? Ja, dat heeft te maken met wat ik net zei, dat er wat extra materialen te plaatsen nodig waren. Ja. Ja. Nou, voor de rest veel manschap hier aanwezig. Wordt het een ladertje? Dat is een beetje afhankelijk van wat de onderzoeken die we nu aan het doen zijn ons om te gaan vertellen. Dus we hebben er vertrouwen in dat die uit is. En als dat zometeen bevestigd wordt, dan gaan we zometeen de boel inpakken. Dus dan valt het mee. Dank u wel. Alsjeblieft.